Klaarmaken op uw plaatsen, 1, 2, 3. En beide paden goed vertrokken, die 5 meter, die Christus die weer op probeert die uit te bouwen, maar daar komt toch de aanval van Koos Wagerman op de positie van Christus in. Goede kansen nu voor Koos Wagerman, want die zit er iets dichterbij, maar hij heeft nog altijd een 3 kwart lengte toe te rijden op Christus in. Die een buitengewoon sterk indruk maakt daar in die rechterbaan. Koos Wagerman zet alles op alles, maar de beste korte banen van Nederland, die lijkt er niet meer overheen te kunnen komen, ofwel. En de start is gevallen bij de paarden goed weg. En ook al is het best neemt de lengte, anderhalve lengte voorsprong. En gaat hij over waarschijnlijk heel veel vragen van Bronco Boko. Ja, maar Bronco Boko, als je eenmaal die benen eronder hebt, dan is het natuurlijk even verschrikkelijk hard te lopen. Dus moet Obelix West vandaag voor het eerst wat uit de kast halen. Obelix West in de rechterbaan heeft de voorsprong van Bronco Boko. Ja, voor een laatste jump om naar de nader. Oh, wat een mooie rit in de afwinning is voor. Ja, Bronco Boko. Klaarmaken op uw plaatsen, 1, 2, 3, 8. Bij de paarden goed vertrokken en nu is Bronco Boko in de fout en heeft de galoppaden. Dat betekent dat Obelix West het geteld met de hakken over de sluis. En de start is gevallen bij de paarden goed weg en dan lijkt het erop dat de Christus in een gezonde voorsprong gaat nemen in het begin van de rit. Ja, gezonde voorsprong, anderhalf, twee lengte, King en John Leo. Zet er een taal op alles, Christus in een. Is trouwens een paard dat in deze korte baan ver van cadeau heeft gekregen. Maar vecht zich goed door na Koos Wagerman, nu King van zich afhouden. En dan straks in de volgende omloop wacht Obelix West. Als het vandaag haalt, die Christus in een, dan is het de prestatie van het jaar. Plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen en het is Erwin Swiss die een voorsprong neemt voor misschien wel een lengte. En dan krijgt nog een paard in de linkerbaan. Ja, die Classic Benes. Die dekselse linkerbaan voor Classic Benes. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg en gelijk naast elkaar. De strijd is direct ontbrand en dan gaan we met z'n tweeën een schitterend duel van maken. Dat is een waardige finale geweest voor dit. We gaan ze hard zeg. En het is een derde. Zwaar gevecht met Obelix West, maar ik heb het idee dat die Fransman met 5,5 ton dat toch een beetje extra vindt, of niet? Het is heel spannend, Obelix West vecht nog één keer terug, maar de winst is voor Christus in de Klaarmaken op uw plaatsen, 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg en het lijkt erop dat Obelix West nu beter weg is dan net en Christus in de buurt nu achtervol. Ja, maar Obelix West heeft een gezonde voorsprong, Christus in de echt van de buurt ook zouden we nog eens proberen. Wat heet zijn er Louis zware ritten en de kansen voor outsiders die groeien in deze korte baan op deze manier. Niets te kiezen, vrijwel gelijk over de finish. In de rechterbaan Obelix West, in de linkerbaan Christus in een. En wat een karakter zijn, wie gaat er overheen? Maar twee doen. Klaarmaken op uw plaatsen, 1, 2, 3, 8. En de stad is gevallen bij de paarden goed weg. En nu Luno Di Quattro die nu wel een voorsprong heeft van ongeveer een lengte, maar andermaal gewoon paarden van die Luno Di Quattro. En dat betekent dat prikken zich kan gaan voegen bij de laatste vier. Klaarmaken op uw plaatsen, 1, 2, 3, 8. De start is gewoon een totalisator. Dit is start bij de paarden naast elkaar. Het lijkt er een beetje op of Everly Swiss een kleine achterstand heeft op Chris de Vignet. Ja, maar Everly Swiss zit er wel naast. Maar Chris de Vignet, god, wat loopt hier een korte baan in vandaag. Die heeft inmiddels de voorsprong genomen met Luc Pols. Dit is onwerkelijk. Wat een prestatie vandaag. Christus in 1, gaat weg hier naar de 1-0 en het lijkt erop dat hij ook zo aardig van wordt gestopt naar de finale. Klaarmaken op uw plaatsen, 1, 2, 3, 8. En de stad is gewoon bij de paarden goed weg en weer helemaal naast elkaar. Het kan weer een schitterende rit worden, want ze geven elkaar geen duimbreed toe. Nee, eigenlijk had Everly Swiss dan het voorsprong moeten pakken op Christus in 1, had het moeten kunnen lukken. De stijl van Wim van der Mespel is om van te genieten waar zijn paard lijkt gestreden te hebben. Rupels heeft hem nog niet aangespoord en gaat op weg naar de finish. Christus in 1 in de linkerbaan, die gaat het denk ik winnen van Wim van der Mespel rechts. En dat wordt wel bevestigd. Plaatsen 1, 2, 3. En de stap is gevallen in de rechterbaan, te vroeg van start prikken. Te vroeg door de rechterbaan. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stap is gevallen bij de paarden nu goed weg. En dan is het Obelix West die halve voorsprong, halve lengte voorsprong neemt op prikken. Prikken die gaat Obelix West nu aanvallen en lijkt op de leiding over te nemen. Maar het gaat op haar en staren bij de paarden gelijk. Nu gaat John Dekker ineens heel wat aan het werk. Nu gaat Danny de Donner wat gaan doen en is er eens ongelooflijk spannend. We zagen nog een witte vlak in de verte. Nee, geen witte vlak. Nee, dat is gewoon witte. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8.
En de stad is gewoon bij de paardengoedweg. En Obelisk-West de beste weg van de twee. En Prikken moet nu alles geven. Oh, de Obelisk-West zegt achterom. Komt hij gedraaid en rijdt met voorsprong hier op het punt halverwege. Heeft het echt wel een beetje gehad. Die nu wel een hele kleine voorsprong neemt en die gelijk probeert uit te bouwen. En dan moeten we allebei alles geven om die derde plek te pakken. Ja, het is een geweldige strijd. Maar Evans is echt een grote voorsprong. En ja, Danny Dubbelgebaard is natuurlijk ook vermoeid geraakt van de Wessel. Die deelt toch weer een gigant van een outsider naar de derde plek vandaag. Hier is graag een ongelofelijke prestatie. Evans is in de rechteraan die afstand. En tot derde. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3. En de stad is gevallen bij de paardengoedweg. Het is Christy Giné die in de rechterzijbaan als een pijl uit de boog vertrekt. En dan moet Obelisk-West er naartoe komen. Ja, nou, ze gaan eigenlijk redelijk gelijk op. Het is daar dat die Christy Giné zult die een voorsprong neemt. In de rechterbaan, in de linkerbaan probeert hij de counter-shot tegen. Maar er staat vandaag geen maat op Christy Giné, lijkt het. In de rechterbaan met de voorsprong. En Christy Giné die heeft de voorsprong gehouden. En tegen de Klaar maken op uw plaatsen 1, 2, 3, 8. En de stad is gewonnen. En nu is het Obelisk-West die wel een gezonde voorsprong neemt. Maar kijk eens even wat die Christy Giné eruit had. Zeg, formidabel! Ja, formidabel. Dat geldt voor beide vrouwen. Maar Christy Giné heeft natuurlijk al helemaal.